Hoi, top dat je kijkt naar deze nieuwe videoles. En deze videoles gaat over schimmels. Is gemaakt voor 1 VWO en hoort bij het thema ordening. Nou, wat gaan we eigenlijk deze les doen? Deze les leren we eigenlijk ook leerdoel 4 eigenlijk. Die laat ik zo even zien. En wat gaan we kijken? We gaan kijken naar het rijk van de schimmels. We gaan kijken naar een voorplanting. Het verschil tussen de veelcellige en de eencellige schimmels. En de voor- en nadelen van de schimmels. Nou, als je even goed kijkt, zo, dan heb je hier leerdoel 4. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net heb verteld. Leerdoel 4 is, je moet de kenmerken van de schimmels kunnen noemen. En je moet de rol van de schimmels voor de mensen kunnen beschrijven. Nou, als het goed is, weet je het aan het eind van deze videoles hoe dat allemaal gaat. Als we kijken naar die nieuwe basisstof, heb ik al gezegd, je kan ze eigenlijk indelen in eencellige of in veelcellige. Daar gaan we zo even wat dieper op in. Maar als het goed is, weet je ook nog even dat schimmels, het rijk van de schimmels, een onderdeel is van het domein van de eukaryoten. Eukaryoten, een van die drie grote domeinen. En wat hadden ze ook weer? Een celkern. Als ik even kijk, hier, naar deze drie tekeningen. Kun jij me dan even uitleggen welke tekening er hoort bij de cel van een schimmel? Nou, zet me even op stop als je even over na moet denken. Geef ik je zo het antwoord. Oké, hier komt het antwoord. Als je goed kijkt, zie je dat tekening 2 een celkern heeft. Tekening 3 ook. Heeft ook een celkern. Tekening 1 heeft geen celkern. Betekent dat dat dus een archaea of zo'n bacterie is. Dus die kan het nooit zijn. Wat is dan het verschil tussen deze twee? Er zit hier zo'n grote vochthoop, zo'n vacuole. Hier de celwand. En deze cel heeft beide kenmerken niet. Nou, dan weet je dus eigenlijk al, deze heeft geen cel, dus dit is dan automatisch eigenlijk een dierlijke cel. Heel goed. Dus daar zie je ook wel, tekening 2, die is inderdaad van een schimmel. Heel goed. En als we even kijken. Oh, ze hebben zelf hier. Als we even kijken naar die eencellige. Die eencellige schimmels zijn meestal gisten. En gisten en die eencellige schimmels, die delen zich, die voortplanten zich door een soort van deling. Niet de celdeling, maar door middel van een knop. En die zie je hier. Hier zie je een cel, dit is een grote cel, van een gist. En zijn hele lichaam van eencellige bestaat dus maar uit één cel. Dat hoop ik dat je dat nu wel een beetje begrijpt. En die eencellige, die kunnen dus zich voortplanten en een soort knop maken. Nou, dit is een knop. Hier zie je drie knoppen. En dat is eigenlijk een beetje een soort van pukkel. En die pukkel die groeit en die knop groeit. En op een gegeven moment is hij klaar. Heeft hij alles wat hij nodig heeft om een zelfstandige gist te zijn. En splitst hij af. En dan heb je dus weer een nieuwe eencellige schimmel. Een nieuwe gistcel. Nou, dat is best wel handig. En dat kan hij ook best wel snel. En waar wij gist heel veel voor gebruiken. Dat is bijvoorbeeld in de bakkerij. We gebruiken dan bakkersgist. En dat is een bepaald soort gist, dat als je dat toevoegt aan een brooddeeg, dat het dan ervoor gaat zorgen dat het gaat rijzen. En dan wordt het groter en krijgt het meer volume. Als je dat niet erbij zou doen, dan krijg je een soort plat brood, een soort van matsen, zo'n hele platte, harde ja, broodje, koekje bijna. En dat is eigenlijk hetgene wat je een beetje moet weten over die gisten. En dan kan je naar die veelcellige gaan. En die veelcellige schimmels, die hebben vaak hele grote netwerken van schimmeldraden. Dat kan ook wel, want ze bestaan uit meer dan één cel. En dat voortplanten van die veelcellige schimmels, dat gaat door middel van sporen. Kijk, hier zie je een paddenstoel. En die kan bijvoorbeeld sporen uit, ja, een beetje uitspugen bijna, als het ware, lijkt het wel, hè. En die sporen zijn eigenlijk een soort van zaadjes. Maar het zijn net weer niet echt zaadjes van planten. Net een beetje anders, ook qua DNA en ook qua structuur. Dus daarom noemen we dat sporen. En uit zo'n spoor kan eigenlijk een nieuwe schimmel ontstaan met nieuwe schimmeldraden. Maar wat van een paddenstoel? Want als je aan schimmels denkt, denk je misschien wel meteen aan paddenstoelen. Nou, paddenstoelen zijn eigenlijk een beetje de voorplantingsorganen van zo'n veelcellige schimmel. En zo'n voorplantingsorgaan, bij de planten hebben ze dan bloemen. Nou, de mensen en de dieren hebben
andere dingen waarmee ze voorplant. Daar gaan we het allemaal over hebben in klas 2. En je ziet ook wel, die groeien buiten eigenlijk, buiten de grond. Boven de grond groeien ze en dan maken ze die sporen en die kunnen ze daardoor heel makkelijk verspreiden. Sommige worden echt uitgestoten en andere gaan door middel van de wind, gaan die dan eigenlijk zich verspreiden. En je moet ook even een belangrijk voorbeeld kennen. Dat is de penseelschimmel. Die zien we hier. En dit is een tekening. Dit is eigenlijk een beetje de schimmeldraad hiervan. Die zit onder de grond. Het is geen paddenstoel. En die kan, of waar lijkt hij op? Hij lijkt op een penseel. Een beetje als een kwast van een schilder. Een penseel noem je dat ook. Hè. Daar lijkt hij een beetje op. Dus daar heeft hij zijn naam aan te danken. En waarom is deze zo bijzonder? Dat weet je misschien al. We maken hiervan de antibiotica penicilline. Penicilline kan bacteriële infecties bestrijden. Die valt dan eigenlijk, die schimmel, valt dan de bacteriën aan die jou ziek maken. En daardoor word je weer beter. Dus dat is echt super handig en super fijn dat we dat hebben uitgevonden. Dat die dat kan doen voor ons. We gaan naar de paddenstoelen in het bos. Want je ziet ook heel vaak als je door het bos loopt, zie je eigenlijk dit. Hè, dat zie je op een grote boomstronk of zo bijvoorbeeld. Of omgezaagd hout zie je heel veel paddenstoelen groeien. Nou, hoe kan dat eigenlijk? Die paddenstoelen die gaan pas groeien als ze wel voldoende voedingsstof hebben. Want zo'n schimmel gaat ze pas voorplanten wanneer die echt er klaar voor is. En je bent er pas klaar voor als je een beetje voldoende hebt gegeten, eigenlijk als het ware. Dus je ziet hier op zo'n grote boomstronk, zie je dus massaal die paddenstoelen eigenlijk omhoog gaan. Het is de ideale omgeving daar om te gaan groeien, om je gaan voor te planten. En dat is ook eigenlijk heel handig, want daarmee pakken ze eigenlijk bijvoorbeeld de voedingsstoffen die gemaakt zijn met de fotosynthese van die plant. Die gebruiken ze dan en die zetten ze om in hun eigen spullen. En dat is dan eigenlijk een beetje soort kringloop. Kijk maar naar dit plaatje. Vergeet al die moeilijke namen. Die hoef je allemaal niet te weten. Dat leer je allemaal pas later in de bovenbouw als je biologie kiest. Het gaat even om dat je de pijlen begrijpt. Dat je bijvoorbeeld hier planten hebt of dieren. Nou, de planten worden gegeten door de dieren. Maar planten en dieren gaan ook allebei af en toe wel eens dood. Nou, dan zie je dat afbraak door schimmels en bacteriën wordt gedaan. Die breken dus al die stoffen af. Nou, in weer kleinere stofjes, ammonium. Dat wordt wel allemaal omgezet in nitriet, nitraat. Allemaal stikstof. Misschien heb je dat wel eens van gehoord. Allemaal stikstofhoudende moleculen. En dat kan weer de plant opnemen. En dat is best wel handig. Dat eigenlijk door de afbraak van schimmels en bacteriën de stoffen ontstaan die de plant weer kan opnemen om weer te gaan groeien. En die kan het weer doorgeven aan bijvoorbeeld, ja, om aan zichzelf te groeien, of die wordt weer doorgegeven aan andere organismen. En zo is het eigenlijk een soort kringloop van het leven. Nou, handig hè. We gaan nog even kijken naar nuttige en schadelijke aspecten van de schimmels. Want helaas kunnen schimmels ons ook ziek maken. Je kan ook schimmelplekken krijgen in de badkamer. Zwemmerseczeem. Laat ik zo nog een plaatje van zien. Of het kan bijvoorbeeld zorgen voor voedselbederf. He, als je broodje te lang in de broodtrommel laat zitten. En die verdwijnt achter in je tas. En je hebt de vakantie een paar weken lang. Dan komt hij er waarschijnlijk zo uit. En dat komt omdat die schimmels. Die maken dus die sporen. En die sporen zijn overal. Dus die kunnen ook hier gewoon gemakkelijk op groeien. He, lekker warm in jouw broodtrommel. Lekker warm op jouw broodje. Veel voedingsstoffen op dat broodje. Nou, dan gaan ze echt wel echt hard op. Hier kijk, die schimmelplek in de badkamer. Hoor. Daar heb je misschien wel eens je ouders over horen klagen. Hoe vies dat wel niet is. Hoop het niet. Dat is erg ongezond. En we gaan naar nuttig. Want we hebben natuurlijk ook heel veel nuttige dingen. Ik heb gezegd dat ze brood kunnen laten rijzen. Maar je kan ook bier en wijn kan je maken met behulp van schimmels. En bijvoorbeeld ook kaas. Hè, die schimmelkazen. Die worden allemaal gemaakt met behulp van schimmels. En ook kunnen we de paddenstoelen, bijvoorbeeld champignons, kunnen we eten. Er komt hier even een plaatje van die zwemmerseczeem. En dat zwemmerseczeem, als je er niet goed tegen kan, valt heel erg mee hoor. Kan even wegkijken. Hier komt hij. Hij was er eigenlijk al. Wat zwemmerseczeem, hier bijvoorbeeld, dus de tenen, gaat dat zitten. En dat is eigenlijk gewoon een schimmel die daar gaat groeien. En die komt, als jij niet goed jouw voeten schoonmaakt na het douchen of na het zwemmen en niet goed droogt, nou, dan kan er zomaar lekkere sporen van die schimmels kunnen daar gaan zitten.
En ik denk, oh, het is wel lekker warm, hè, 37 graden. Lekker een beetje vochtig. Lekker goede organische producten die je kan afbreken. Hè, want dat doet hij een beetje. Hij breekt een beetje jouw teen af. En dan gaat hij lekker groeien. En dat veroorzaakt heel veel jeuk. Het gaat ook een beetje stinken. En je krijgt van die kloofjes en die doen een beetje pijn. Maar dat is heel goed te verhelpen. Heel veel mensen hebben er wel eens last van gehad. Of hebben er last van nog. Maar als je gewoon naar de drogist gaat, kan je daar gewoon van die zalfjes voor kopen. En dan gaat het vanzelf wel weer over. Plaatje is inmiddels weg en we gaan even kijken naar het afsluiten. Als je deze les goed hebt gevolgd, dan weet je als het goed is deze drie vragen te kunnen beantwoorden. En zulke vragen kan ik gaan vragen op jouw proefwerk. Zet hem even stil en kijk of je de vragen kan beantwoorden. Geef je zo de antwoorden. Oké, als het goed is heb je nu de antwoorden wel een beetje gehad. Nou, wat is een kenmerk van een gist? Kun je opnoemen, ze zijn eencellig. Je kan opnoemen, ze planten zich voor door middel van knoppen. En ook een beetje een kenmerk, niet de beste. Je kan zeggen dat ze gebruikt worden om bakken van broden mee te laten rijzen of andere producten mee te maken. Nou, waarom groeien paddenstoelen vaak op een dood stuk hout? Nou, ik wil zeggen, dat zijn de voorplantings. Organen van een schimmel, daar zijn ideale omstandigheden en ze kunnen dus die stoffen omzetten voor zichzelf om er voedsel van te maken. En dat is gewoon zo super goed hout eigenlijk, hè. Super veel eten daar, dus daarom groeien ze daar. En dan heb je laatste, die schimmels, waarom zijn die belangrijk voor ons? Nou, heb ik al genoemd, hè. We maken veel producten van brood, kaas, wijn, bier en ook kunnen we ze eten. Gelukkig breken ze ook inderdaad de dode bladeren, bijvoorbeeld hè, van die van de boom afval in de herfst, breken ze ook af, samen die bacteriën. Nou, als we dat niet zouden hebben, zouden we tot hier vaak nog veel meer in de, ja, in de dode plantenresten wonen en leven. Dus dat is ook wel goed. En ze maken natuurlijk ook antibiotica, hè. Daar kunnen we ze ook voor gebruiken, dus dat is ook heel goed. Als je deze allemaal goed hebt, supergoed. Mag je even kijken of je Lego 4, of je daarvan de succescriteria helemaal kan aankruisen, kan beantwoorden. En als je dat kan, nou, dan beheers je dus eigenlijk Lego 4 gewoon bijna voldoende voor de toets. Dus ga zo door, onthoud dat. En dan wil ik je bedanken voor deze videoles en dan zie ik je terug bij de volgende. Doeg!